Dat is mooi. Je denkt dat het spel is nog bezig, ligt hij er al in. Met een pas. Hij is de meester van een geniale pas. Op een moment dat jij nou denkt, het spel is nog bezig. Precies zoals Jan nu praat over Kevin de Bruyne en ook zo gedetailleerd. Is dit wat je miste in wat er tot nu toe dan was over voetbal? Deze, want dit is passie. Ik bedoel, als je niet van voetballen houdt, dan probeer je het... Jullie volgen het? Ja, dan volg je het en dan probeer je het te proeven. Is dat wat je wilde tot uiting brengen in het blad? Dat wilden we. Geen meninkjes, geen nieuwtjes. Gewoon liefde voor voetbal. En alles wat voetbal mooi maakt. Kijk, voetbal is niet alleen maar het spel. Jan kan geweldig schrijven over een geweldige speler. Maar het is ook alles daaromheen. Als je ziet wat er bij Engeland-Frankrijk vandaag gebeurt. De impact van voetbal is enorm. Voetbal is overal. Is overal in de maatschappij. Het is van de ene kant een bijzaak. Dat maakt het ook niet belangrijker dan het is. Maar het is wel iets wat mensen altijd bezighoudt. Wat altijd het gesprek van de dag is. Eigenlijk over de hele wereld. En daar gaat dit blad ook over. Je schrijft niet over de ruzie bij Ajax? Nee, liever niet. Nee. Nou, integendeel zelfs. Okay, ja. Nou, er staat bijvoorbeeld een verhaal in met Robin van Persie. En Van Persie praat dan over zijn schoenen die belangrijk zijn. Ja. Over het feit dat hij gestopt is met spons. Want hij wil echt zijn schoenen hebben. Maar hij praat ook over een bal. En ik heb echt nog niemand over die bal gehoord. Iedereen praat altijd over de Derbystar. Ja. Prachtige witte bal. Hij heeft over de Mitre-bal, die hij zo fantastisch vindt. Ja. Vond jij dat ook zo? Daar werd in Engeland altijd mee gespeeld. Nou ja, ik was er ook gevoelig voor. Bij Ajax spelen we vroeger. Een Derbystar. Derbystar. Prachtig. Maar hij heeft het dus over een Mitre. Hij zegt die Derbystar, lekkere bal, prima bal. Maar mijn favoriet is de Mitre-bal. Ja. Ja, die was zeldzaam, want die kon je in Nederland bijna niet kopen. Dus hij vond het geweldig dat hij vroeger, dat hij als enige in de straat, een Mitre-bal had. Is dit een blad waarvan je zegt van oké, dit moet gaan overleven natuurlijk. Dit is een risico wat je loopt ook. Je werkgever AD vindt het kennelijk goed. Dat je ook voor andere bladen schrijft? Ja, als hobby erbij, in de avonturen. Want maar wat nou als het een succes wordt? Dan gaan we ermee door. Kijk, het is begonnen als een jongensclubje. Dit was gewoon een droom. En met Bart Vlietster onder andere, collega van de Volkskrant. Menno Pot kwam er later bij. En we wilden gewoon een keer een blad maken dat we echt... heel erg tof vonden en heel erg mooi vonden. Moest er ook goed uitzien, goede fotografie. Dat was de droom. En er was een uitgever, Thomas Rapp, en die was zo gek om dat uit te gaan geven. Want het is inderdaad een hele slechte tijd. Maar wij willen, wat we nodig hebben, supporters. Dus we hebben een soort van crowdfundingcampagne. Santosmagazine.nl, moet je allemaal naartoe gaan. Maar eerst opa helpen. Ja, eerst opa hebben, dan Santos. Veel belangrijker. Ja. Maar goed, wij willen 7000 supporters hebben, omdat wij natuurlijk wel weten... dit is een blad voor de echte liefhebber. Ik geloof ook dat mensen met affiniteit voor voetbal en een brede interesse... dat die dat ook leuk vinden. Maar we hebben in deze tijd wel mensen nodig die zeggen van... hé, dit is wel zo tof, daar doen we aan mee.